Voordat we de dienst gaan beginnen, zullen Robin, Nienke en Esther een roos bovenop de doopvont leggen. Dat zijn of haar vader de snelste is. Een beetje de Max Verstappen van het gezin. Oeh, ik zie weer heel veel armen in de lucht. Oké, ik kan nog niet kiezen, dus er komt nog een vraag. Maar we zijn er nog niet, we hebben nog meer vragen. Benjamin, wat is jouw vraag? Waarom ga je beleid niet doen? U bent machtig, u bent groot. U bent zo geweldig sterk, machtiger dan een koning. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus had. Hij die de gestalte van God had. Небесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос – це Господь. En vandaag staan jullie opnieuw klaar om je ja-woord te geven. Jullie staan in die lange rij van mensen die jullie zijn voorgegaan. En hopelijk zullen er nog veel mensen volgen. Robin te Velde, wat is erop jouw antwoord? Ja. Esther van Zuilenkom, wat is erop jouw antwoord? Ja. Nienke de Boer, wat is erop jouw antwoord? Ja. God zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet zult wankelen. Mogen de God van de vrede je toerusten met al het goede, zodat je zijn wil kunt doen. Mogen Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus. Esther, van harte gefeliciteerd en van harte God zegen gewenst. Nienke, van harte gefeliciteerd, ook voor jou God zegen. En Robin, ook voor jou van harte God zegen gewenst. Ga met God elke dag en Hij zal met jullie gaan. Elke dag van je leven. Zegene God jou, vandaag, morgen, alle dagen dat je leeft, tot in eeuwigheid. Amen.